We staan hier op de oude lijn tussen Delft Campus en Schiedam. We willen graag steeds meer met trein rijden. 30% meer tot 2030. We weten niet precies wat dat betekent voor het baanlichaam. En daarom hebben we nu op drie locaties worden nu door Fugro sensoren aangebracht om het gedrag van de baan te kunnen volgen. Er zijn een heleboel ideeën, alleen wij weten het eigenlijk niet. Nou, het begint eigenlijk met de interactie tussen de trein en de ondergrond te volgen. Ja, daar moet dan inzicht uit komen wat dat betekent. De meetopstelling is ontworpen door ProRail samen met Deltares. En daar heeft Fugro heel erg meegedacht in de uitvoeringswijze eigenlijk. We plaatsen inclinometers in de schouwpaden, extensometers en een pijlbuis in, tussen de sporen in. En in het spoor zelf wordt in beide sporen diverse waterspanningsmeters geplaatst. Het is een bijzondere techniek die vooral in combinatie met elkaar heel erg uitzonderlijk is. Zeker omdat het in een buitendienststelling plaatsvindt die maar uit 62 uur bestaat. Fugro monitort deze meetopstelling gedurende 5 jaar en houdt die ook gedurende 5 jaar in stand. We willen meer inzicht krijgen in hoe de baan zich gedraagt. Dus we gaan deze data die uit deze sensoren komen, gaan we samen met experts en wetenschappers analyseren. Om beter inzicht te krijgen en beter aan te kunnen tonen dat het allemaal kan. Het is natuurlijk onbekend of door de verhoging van de treinfrequentie dataverschillen te zien zijn. Maar als die inderdaad optreden, dan zou dat met deze meetopstelling zichtbaar moeten worden.